Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een haartutorial voor jullie van een van mijn favoriete vlechten voor als ik hem meerdere dagen wil laten zitten. En ja, er zijn verschillende namen voor: milkmaid braids, opvlecht. Ja, de Hollandse vlecht. De vlecht die bovenop ingevlochten ligt. Hij is, ja, het is eventjes tricky, maar hij is wel super leuk om te doen. Dus laten we beginnen. Oké, om te beginnen wat we nodig gaan hebben. Je haar natuurlijk. Ik raad je aan dit niet te doen als je haar echt vers gewassen is. Want dan wordt het waarschijnlijk pluiziger en gewoon minder makkelijk om het in toom te houden. Dus het is makkelijker om het gewoon eventjes, ja, weet je, tweede, derde dag haar daarop te houden. Of er iets van een textuurspray in te spuiten. Daar heb ik verder geen tips over, want die heb ik nog nooit gebruikt. Maar dat ten eerste. Ten tweede, een kam wil wel eens helpen. Deze is van de Body Shop, een houten kam. Ik vind persoonlijk hout, welk merk dan ook, prettig, omdat het je haar niet statisch maakt. Wel zo fijn, en deze heeft behoorlijk brede tanden, waardoor die ook niet keihard aan mijn haar trekt. Ook wel zo prettig. En voor de rest, elastiekjes. Ik ga van die hele kleine, bijna onzichtbare, waarom probeer ik ze dan te laten zien? Nou ja, zwarte mini-elastiekjes gebruiken, want die vallen in een vlecht, weet je, die vallen gewoon niet al te veel op. Je kan natuurlijk ook juist, weet ik veel wat, felroze elastiekjes gebruiken, felpaars, whatever. Het is maar net wat je mooi vindt, als je maar iets hebt om die vlecht mee vast te binden. Dus wat je eigenlijk gaat doen is om te beginnen, ik kijk hier even bij in de spiegel, een scheiding in je haar maken. Dat doe ik altijd gewoon op die manier, maar dat je dus twee gelijke delen hebt. En ja, dan kan je beginnen. De kant die ik nog niet aan het vlechten ben, die klip ik altijd graag even uit de weg. Zodat hij niet per ongeluk infiltreert in de kanten die ik wel aan het vlechten ben. Nou, kan je een Hollandse vlecht, milkmaid braids, hoe je dat dan ook wil noemen, op verschillende manieren doen. Je kan hem ook recht naar achteren doen, zoals je vaak bij sporters ziet. Maar persoonlijk vind ik het leuker, aangezien ik het natuurlijk meer als fashion statement doe. Ik pin eventjes mijn pony opzij. Want anders dan, ja, weet je, als je geen pony hebt, dan doe je natuurlijk gewoon al het haar gewoon mee. Maar ik heb een pony en die wil ik graag houden. Maar wat ik in ieder geval een pluspunt vind, als je het meer naar de voorkant doet, is dat het ook vanaf de voorkant goed zichtbaar is. Dus wat ik altijd begin, is dit driehoekje aan de voorkant pakken. Juist hem. En dan vervolgens met de achterpluk beginnen, naar midden toe brengen. De pluk aan de voorkant naar midden toe brengen. En dan als je weer bij die achterste pluk komt, ga ik beginnen met het toevoegen van extra haar. De belangrijkste key hierbij is, je wil zorgen dat je het met hele kleine plukjes doet. Dus niet ineens een hele romp haar toevoegen, want dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk het effect kwijt. En doe het zo strak mogelijk, zodat je echt bovenop je hoofd, waar je begint, al echt dat vlechteffect krijgt. En niet dat het daar heel los op je hoofd ligt. En je er eigenlijk niks van ziet. Op een officiële manier is volgens mij trouwens om eerst de pluk onder de andere plukken door te brengen. En dan pas het nieuwe haar toe te voegen bij een Hollandse vlecht. Maar dat vind ik lastiger. En ja, uiteindelijk is de key dat jij het goed voor elkaar krijgt. Niet dat het de officiële manier is. Dus doe het gewoon op de manier die voor jou het makkelijkst is. Maar goed, zoals gezegd, ik blijf dus behoorlijk dicht bij de voorkant van mijn hoofd, zodat het goed zichtbaar is. Dat is ook maar net wat je zelf prefereert, maar aangezien ik meer fancy kapsels vaak doe, ja, voor mijn YouTube filmpjes, weet je wel, als ik hier een vlecht heb, dan zien jullie het. Als ik een vlecht achter op mijn hoofd heb, nou ja, dat is dan heel leuk voor mij, als klein geheimpje of zo. Maar je gaat er in een filmpje geen reet van zien. En dat is niet wat ik wil, dus vandaar. Maar goed, gewoon doorgaan met vlechten. Tot je aan het einde van je haar bent beland. Voordeel trouwens van deze soort vlechten is ook dat je al die kleine plukjes aan de voorkant goed meepakt. Dat was wel prettig. En als je dan bij de laatste pluk bent beland, gewoon zo strak mogelijk het weer houden. Dat het goed tegen je hoofd aan blijft liggen. Dat je geen rare lusjes daar hebt. En dan de rest van de vlecht gewoon afmaken. Voordat je die dicht bij je hoofd houdt, dan hoef je ook niet over te pakken om het achter je rug door te vlechten. Zoals als het aan de achterkant zou eindigen. Je kan het gewoon over je schouder houden. En het op een minder elleboog, bijna vernietigende manier vlechten. Ook wel zo fijn.
En dat is dan het uiteindelijke resultaat. Op dit punt, je kan het gewoon zo laten hangen. Dat is wat ik meestal doe. Of je kan het in een knot doen. Of je kan het om je hoofd heen slaan en er een compleet crown braid kapsel van maken. Het is maar net wat je zelf wil. Maar goed, dat was in ieder geval de basic Dutch braid. Hoe je hem ook wil noemen. Hollandse vlecht, opvlecht. Je snapt het punt. Deze vlecht. Ik moet zeggen trouwens dat ik hem altijd aan deze kant makkelijker voor elkaar krijg dan aan deze kant. Misschien dat ik rechtshandig ben en dit is dan een makkelijker hoek dan dit. Ik weet niet, dat zal je bij jezelf waarschijnlijk ook wel merken. Maar onthoud met ieder kapsel. Practice makes perfect. Blijf gewoon oefenen. Dit lukte mij ook niet de eerste keer. Blijf gewoon oefenen en dan word je er als het goed is steeds beter in. Ik hoop dat je wat aan dit filmpje gehad hebt. Of dat het in ieder geval amusant was om te kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Het zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes van me wil zien, ik doe voornamelijk make-up tutorials. Dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu zoals altijd, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!